Thank you. Welcome back to the action that's coming to you live from Mulheim, Germany. The BarleyPoker.net European Darts Championship brought to you by the Professional Darts Corporation. We are live on ITV4. Time now to meet the players. Ladies and gentlemen, five-time major finalist, it's the Rocket, Ronnie Baxter! It's time to meet the King, Mervyn King! Ronnie Baxter, the Rocket, uit Blackpool. 52 is die. Nummer 18 van de wereld. En neemt het op tegen de nummer 13, Mervyn King. En die mag nu naar deze laatste ingooibeurt van Baxter gaan beginnen aan de wedstrijd. Bow Down to the King van Motorhead, dat is de opkomstmuziek van Mervyn King. Maar of Baxter ook van plan is om te buigen voor de koning, dat is maar helemaal de vraag. Zelf komt hij op met Don't Stop Me Now. En ja, Ronnie Baxter tegen Mervyn King. Als je dat hoort aangekondigd, dan denk je van nou, ik ga er eens voor zitten. Ja. Toch? Heb ik ook maar gedaan. Ik ben gaan zitten. Nou, ik zie het. Ik ook trouwens. Ja, twee mannen ook weer met heel veel ervaring natuurlijk. Twee mannen die gewend zijn om voor de camera's te spelen. Twee mannen die ja, in staat moeten worden geacht om in ieder geval een eindje mee te gaan in dit toernooi. Maar ja, dat kunnen we van heel veel spelers zeggen. En uiteindelijk kunnen we toch maar achter de kwartfinale en vier in de halve finale staan. Het zijn in ieder geval twee mannen die altijd aanwezig waren, ook weer op de European Championship. En dat geeft wel aan hoe constant ze zijn in hun carrière. Zesde jaar en alle zesde jaren aanwezig.
Ronnie Baxter. Nou ja, goed. Toch. 12 wedstrijden gespeeld hier in 5 jaar. Dus die weet in ieder geval wat het is om de eerste ronde voorbij te komen. Zes darts voor 122 heeft Mervyn King om soeverein de eerste leg voor zich op te eisen. We hebben al een aantal spelers en ook een aantal collega's horen praten over de hitte die er heerst hier in Mulheim. Het is ongelooflijk heet in de zaal. En dat is niet in het voordeel van Mervyn King. Die last heeft van de luchtwegen. De kwaal die hij al heel lang heeft. En dus als je Mervyn King zo af en toe eens wat moeilijk ziet kijken, dan zal dat ongetwijfeld de reden zijn. Moet dan door zijn mond gaan ademen. Je ziet ook meteen met die handdoek in de weer. Ja, het is geen prettige omstandigheid ook om in te gooien. Als die temperaturen boven de 30 graden liggen en je staat in een zaal onder zo'n bak met licht die ook nog veel warmte afgeeft. World Matchplay, een toernooi dat eind juli wordt gespeeld, is ook zo'n toernooi dat bekend staat om het feit dat het ongelooflijk heet kan zijn. Ja, het laatste weekend van juli, dan is het zelfs in Engeland nog wel eens warm. Daar zetten ze dan zo'n hele grote blower naast het podium die omhoog blaast. Dan kun je dan nog even boven gaan staan. Ja, dart is een echte wintersport, zullen we maar zeggen. De eerste keer dat ze elkaar troffen op het podium is inmiddels alweer heel lang geleden. 18 jaar, 1995, de Winmar World Masters. 2 jaar later nog een keer op Lakeside. Toen duurde het 13 jaar voordat het weer zover was. Dan hebben we het over televisietoernooien, dat was Premier League 2010. Nee, dat zeg ik niet goed, want de Players Championship Final 2008 zat daar nog voor. Al met al 3 keer winst voor Baxter, 1 keer gelijk in de Premier League dus en 1... overwinning voor King en dat was die wedstrijd op Lakeside in 1997 in de tweede ronde. 55. What do you require? 18. Nou, dat valt dan toch wel weer tegen eigenlijk dat ze zo weinig tegen elkaar gespeeld hebben. Nu lopen hun carrières niet helemaal synchroon. Baxter was al wat eerder naar de PDC dan King. Dus ja, dan mis je een paar jaar waarin ze de mogelijkheid hadden om tegen elkaar uit te komen. 53. King gaat er niet makkelijker bij kijken. En Baxter heeft nog geen zweetdruppel geplankt voorlopig. En heeft ook nog geen lek gewonnen. Dat moet er dan wel bij gezegd worden. King naar de 17. En King naar Bullseye. 67. Do you require 16? Game Sean Sekulak. De man van de beminnelijke glimlach. Ronnie Baxter komt op 1-1. Spelers ongeplaatst dus, alleen
top 8 van de wereld is geplaatst voor dit toernooi. 90. En ook dit is zo'n wedstrijd waar we wel eens aardig in de buurt van die maximale 11 legs zouden kunnen komen. Als je het mij vraagt. Ja, ik ben het een beetje eens. Ja, de nummers 13 en 18 van de wereld. Dat zit ook gewoon wat dat betreft dicht bij elkaar. 161 gaat niet uit, hoeft ook nog niet uit. Maar een beetje aardig wegzetten zou meegenomen zijn. Dat gaat niet helemaal geweldig voor King. Wat 6 voor Mervyn King. Dubbel 18 en dubbel 16. Het is wel de favoriete dubbel voor Mervyn King. Maar hij vindt hem niet. En dus kansen voor Baxter, althans. Kansje voor Baxter was het. 94. Mervyn, you require 32. Ja, die zit erin. En dus verloopt alles nog volgens schema. En dat is dan een klein voordeeltje voor de King. Die heeft mogen beginnen aan deze wedstrijd. Volgens mij is Ronnie Baxter van het huidige deelnemersveld officieel de man met de langste staat van dienst. Maakte zijn debuut op tv in 1988. Jongen, toen was ik ook nog jong. 25 jaar geleden dus. Op de Winmar World Masters toen haalde hij de kwartfinale. Verloor erin van Bob Anderson. Toen was hij een broekie van 27. 100. Maar ziet er nog steeds patent uit. Tijd lijkt geen vat te hebben op Ronnie Baxter inderdaad. Sommige mannen hebben dat. Magnus Karis, de Zweed, hij doet niet mee aan dit toernooi. Vind ik ook zo'n goed voorbeeld. Hoor. Als je beelden ziet uit 1994 dat hij op Lakeside in de kwartfinale staat te spelen. En je zet daar beelden bij tegenover van nu. Ja, er zijn wat grijze haren bijgekomen, maar verder is het bijna dezelfde man. Ja, het is koud in Zweden over het algemeen. Die man is gewoon goed geconserveerd. Hij heeft ook koud bloed door de aderen stromen, denk ik wel eens. 95. Maybe you require 91. Maar goed, die is er niet bij hier in Mülheim. Baxter staat voor de opdracht om nog steeds alles volgens schema te laten verlopen. Dat zal via tops moeten gebeuren. Dat is te ver omhoog en dat is eronder. Ja, met King of Tops is dit toch wel een uitgelezen mogelijkheid. Goede man uit Bradwell. Maar hij is niet aan hem besteed. Dubbel 10 voor Ronnie Baxter, die overleeft in de vierde leg. Het is voor King te hopen dat hij niet nog eens hoeft terug te denken aan dat moment. Nou, hij is er al snel klaar mee volgens mij. En gaat over tot de orde van de dag. 58. Het is een man die veel speelt. Graag speelt Mervyn King. Vele uren ook aan het trainingsbord. Als je op zo'n vloertoernooi ook binnenkomt. Degene die als eerste zo'n beetje altijd binnenkomt is Mervyn King. Zeker 4 uur van tevoren begint hij al met het ingooien. En dat doet hij bijna ook constant die 4 uur. Ik vind het ongelooflijk knap dat hij het kan.
traint en reist tegenwoordig vrij veel met Peter Wright. 57. Voor Mervyn King, dubbel 8. Zo, dat gaat makkelijk. We hebben 5 legs gehad en die zijn allemaal met de darts meegegaan. En dus staat Mervyn King op een 3-2 voorsprong. Baxter gaat ons onderweg helpen in de zesde leg. Tot op heden heeft iedereen die een leg begon deze ook gewonnen. De gemiddelden zijn tot op dit moment nog niet om over naar huis te schrijven. 80 voor Baxter. 83 voor King. 140. Ja, als je die constatering doet, dan vinden King en Baxter het allebei tijd om eens wat aan die gemiddelde te gaan doen. En vliegen de trippels ons om de oren. Gaan naar tops. 45. En hij mist hem 2 keer. Komt hij daarmee weg? Dat valt nog te bezien. Ja, hij komt er voorlopig mee weg. 98. Rijden op tops. Baxter mag als eerste. Baxter maakt 3-3. En dus beginnen we weer van vooraf aan. Deze partij is het Wes Newton tegen Jelle Klaassen. Daarna Michael van Gerwen tegen Kurt van der Rijk. Dan sluiten we de avond nog af met Adrian Lewis tegen Mincio Suljovic en Kevin Painter tegen John Part. De winnaar van deze partij speelt tegen de winnaar van de partij van Gerwen tegen Van der Rijk. We hebben daar wel een idee bij wie dat wordt, maar ja, die partij moet nog gespeeld worden. Maar nog steeds hebben we er wel een idee bij. Ja. 128. Dit is voor de break. Baxter 121. Triple 17 en bullseye. Gooit bijna een vlieg.
het bord in. 62. Marvin requires 73. 73 voor King. In zijn leg. Belangrijke finish dus voor Mervyn King. Geen triple 19, dus 14 en tops. En dan krijgt hij één pijl voor dubbel 20. Mervyn King, en die gooit hij erin. Ja, goede finish hoor van Mervyn King. Hij houdt de touwtjes in handen. Hij trekt zich niets aan van die vlieg. Dat kan niet gezegd worden van Ronnie Baxter. U weet het op behoorlijk uit zijn concentratie te halen. 100. Even wachten dat hij stil gaat zitten op het bord en dan gewoon vastprikken. En dan ben je er vanaf. 98. 83. 42. Nou, dat biedt King misschien een mogelijkheid. Ja, biedt hem wel een mogelijkheid. 100. Hij gooit in ieder geval nog die triple. Waardoor Baxter nu een goede beurt nodig heeft. 83. Niet zo goed als hij gehoopt had. Initiatief ligt feitelijk bij King. 93. En nu Baxter breken, dat zou het zijn. Maar Baxter is niet van plan dat te laten gebeuren. Ja, toch kan hij zich niet verdedigen tegenover deze 110 finish. King had eerder in de wedstrijd ook al een keer de kans om te breken. In de vierde leg. Toen kreeg hij drie darts in de hand. Nu krijgt hij één pijl voor Bullseye. En die gooit hier toch best een stukje naast. Veertien en tops. Ronnie Baxter. Dubbel 10 voor Ronnie Baxter voor 4-4. Ja, ja. Hij blijft Mervyn King in de nek hijgen. En zo wordt dit zo langzamerhand top. Een zenuwenstrijd. Nummer 2 voor Baxter. En het lijkt erop in deze wedstrijd dat één break waarschijnlijk voldoende gaat zijn voor de overwinning. De antwoord is er wel van Mervyn King met 140, maar Baxter gaat door. Baxter als eerste op een finish. 81. Running you require 125. Beginnen in het midden. Nog 125 en het midden wordt gemist. En dus niet de break, in ieder geval in deze beurt. 51. Running you require 120. Shanghai 20 voor Mervyn King. Dat is 3. Dan één erbij en dan bovenin nog 2. 80. Is dit dan het beslissende moment in de wedstrijd? Als Baxter aanlegt voor 74. 20 en tops. 1 pijl voor Baxter. 35. Nee, ruim daarnaast.
Of is dit misschien een beslissende moment in de wedstrijd? Het is King die 5-4 voorkomt. Een 1 en een 7 voor Baxter. 65. Heeft er de schijn van dat we inderdaad in deze wedstrijd ook weer naar een beslissende elfde leg gaan. Maar goed gedaan door King. Die haalt de druk erop. Triple 20, Roy Baxter, ja! Hem lukt het wel, die Shanghai 20. En 10 legs gehad. Allemaal gewonnen door degene die hem begon. Dus dat moet King nu weer doen om zich te melden voor de tweede ronde. Nou, je moet een medelijden hebben met Russ Bray. Die twee wedstrijden deze avond moet callen. Wedstrijden 3 en 4. We hadden nog geen 6-5 gehad. Tot aan wedstrijd 3, die werd 6-5. En dit is wedstrijd 4 en die wordt ook 6-5. King met zijn eerste 180 van deze wedstrijd. En hij gooit hem op een heel lekker moment voor hem. Ja, want hij had het goed te maken na die eerste beurt. Baxter blijft achter. Zelden maak je mee dat een partij beslist wordt met het gooien op de bol. Voorafgaand aan de wedstrijd, dat zie je niet eens in beeld. Dat is in de coulissen. 60. Mervyn, you require 138. En het lijkt erop dat het in deze partij het geval zal zijn. Niemand wist de ander te breken en dat is dan in het voordeel van Mervyn King. Die laat tops over. Nog ietsje lager en dan staat hij in de tweede ronde, Mervyn King. Nee, dat is niet laag genoeg. Dan krijgt Baxter toch nog een kansje. Dan zal hij zelf bijna geen rekening mee gehouden hebben. Triple 20 voor Baxter is gegooid. 14. Wat gaat er gebeuren? Dubbel 11. Baxter! Nee! Oh, dit was zijn kans. Om op het allerlaatste moment Mervyn King voorbij te gaan. Tops voor King, ja, nu gooit hij hem wel. Oh, wat een einde aan deze wedstrijd. Mervyn King door naar de tweede ronde verslaat Baxter. En met 6-5 dus.